Hallo allemaal en een. Hey. Hoi. Hey. Hele fijne hallo allemaal. En welkom bij alweer een aflevering van Vraag Vakantie Vincennes 2021. Aflevering 2. En weet je wat ik heb gedaan? Ik heb de computer alvast klaargezet, dus ik hoef niet meer in te loggen. Ik heb een selectie gemaakt van de vragen. Het waren tering veel mailtjes. En ik heb deze keer heb ik in plaats van chips heb ik nootjes. Dus dat zijn een hoop verbeteringen ten opzichte van vorige keer. En daaraan kan je zien dat ik heb geleerd van vorige keer. En ja, dat scheelt ons een hoop tijd. En kunnen we lekker direct aan de slag met dit keer alleen maar serieuze vragen. Nou, laten we beginnen. Beste Vincent, een tijdje geleden heb ik per ongeluk mijn eigen kont geneukt. En met mijn grote dikke piemel. Maakt mij dat gay? Ik stond onder de douche en gleed uit. Ik viel achterover op mijn kont en mijn piemel vloog gewoon recht naar mijn kont in. Het was nogal glad, dus ik had wat moeite om weer op te staan, waardoor ik op mijn telefoon viel, die de gameporn aan het afspelen was, waar ik naar keek. No homo, though. Mijn dikke reet heeft een barst in het scherm gemaakt en nu zit ik gewoon hier en vraag ik me af of ik homo ben. Alvast bedankt voor je reactie. Jeetje man, wat een heftig verhaal. Maar ik heb voor jou een tip. Weet je wat jij moet doen? Om te kijken of je homo bent. Je maakt je lul echt kankerhard. Echt kankerhard. En dan leg je hem in je hand. En dan moet je bij jezelf nagaan of je dat als plezierig ervaart. Die harde lul in je hand. Ja, en is dat zo? Dan ben je waarschijnlijk homo. Of als je vaak met balzak en of penis in je mond. Jezelf met balzak en of penis in je mond bevindt. Dan kan het ook zijn dat je homo bent. Maar het hoeft niet. Maar waarschijnlijk ben je gewoon een homo. En dat geeft niet. Dat moet jij weten. Bedankt voor je vraag. Oh nee. Een hele goede middag. Wendy van Dijk vindt Sinterklaas een meesterlijk complot. Wat is uw mening daarover? Gebruik in je antwoord 50 tot 100 woorden. Met hele vriendelijke groet, Hanneke van der Naat. Nou Hanneke, ik heb geen idee wie Wendy van Dijk is. Sinterklaas, ja, ik vind het allemaal prima man. We gaan verder. Beste Vincent, hallo, hallo, Niels. Wat ik mij heel erg afvraag is over jouw gebruik van medicatie zoals ayahuasca, DMT en LSD. Hoe vaak gebruik je zulke medicijnen? En moet jij weten, welke raad je ons het meest aan? Ben je ooit een keer heel bad gegaan? Ik bedoel niet door Mark hoor, want dan gaat iedereen bad op. Maar doordat je iets te veel medicijnen gehad hebt, waardoor je een paar minuten lang tegen een badtent aan het schreeuwen bent. Moet jij ook helemaal zelf weten hoor, Vincent. Je wil niet weten hoe blij je me maakt in deze donkere tijden. Hallo, bedankt daarvoor. Namaste, motherfucker. Wauw. Nou, Niels, Hietbrink. Ik zou zeggen, surf naar YouTube en bekijk mijn serie De Medicijnman. Er zijn in totaal 4 afleveringen. En binnenkort ga ik een nieuwe maken. En daarin vind je alle antwoorden op de door jou zo gestelde brandende vraag. Wat ben jij voor fan? Maar goed, volgende vraag.
van Joost. Joost Masterbroek. Een hele fijne hallo, Vincent. En jij ook een hele fijne hallo, Joost. Ik heb een vraag voor je. Joh. Dat snap ik ook wel. Want anders had je mij niet gemaild. Maar goed. Ik hoop dat je deze voor mij kunt beantwoorden. Hoe vind je het dat mensen soms vervelend tegen je doen online? En wat vind je erger, online of in het echt? Het boeit me geen kanker. Hallo. Jan van Schi. Jan van Schi. Schi. Jan van Schi. Hallo Vincent. Iedereen gaat door een moeilijke tijd heen. Oh ja joh. Wat leuk dat jij dat voor iedereen bepaalt. En veel mensen om me heen zien vaak aan het eind van een vijf of zo. Ik zet zeden weer op ze nog gaan niet. Vaak het licht aan het eind van de tunnel niet meer. Kun je mij advies geven waarmee ik deze mensen kan helpen om alles met een positieve beeld te bekijken? Bedankt voor alle content. Met vriendelijk groet, Jan van Schi. Nou Jan van Schi. Shine. Schijn als nooit tevoren, man. Laat je hart spreken en leef het licht wat jij bent. Maar goed, dat weet je zelf ook wel. Be the change you wish to see in the world. Ik herhaal het nog graag eens voor je. Om je even te helpen te... Bob. Gaat lekker. Om je even te helpen herinneren. Ik hoop dat dit je vraag beantwoordt. Zo niet, kan je me nog een keer mailen. Van Xander Kila. Kinga. 7 minuten alweer, jongens. Pff. Nou. Beste Vincent, wat voor opleiding heb je gevolgd? Dat is een hele goede vraag. Ik heb eerst mijn MAVO gedaan. Nou, ik was een... school boeide me geen tering. Laat ik dat vooropstellen. Dus uiteindelijk heeft mijn moeder me maar naar het Luzak gegooid. Waar ik mijn MAVO heb gedaan. Mijn HAVO en mijn VWO. Toen ben ik rechten gaan doen. Daar vond ik, weet je, dat was geen Luzak. Dus ja, en het boeide me geen tering. Dus uiteindelijk ben ik geschiedenis gaan doen. En daar vond ik ook geen fuck aan. Toen heb ik media entertainment management gedaan. En die heb ik wel afgerond. Moet ik weten. Van Mr. Somebody. Hey Vincent, met een D. Dat vind ik wel jammer, weet je. Hij zal het wel leuk bedoeld hebben, maar... Ik kan er niet zoveel mee. Beste Vincent, ik heb kanker. Hoe moet ik voort? Met vriendelijk groet, Björn. Ja, Björn. Hoe moet jij voort? Ik zou gewoon voortgaan als ik jou was. En me niet al te druk maken. Kanker is ook maar een ervaring. Hallo. Lucas 7. Hallo Vincent. Kijk, deze snapt het. Zie je dat? Hallo Vincent. Hij heeft alleen... Vincent met een kleine letter. Waar Mr. Somebody Vincent met een D, dan wel met hoofdletter Vincent, de V. Heeft deze Jan Doedel heeft Vincent, maar dan Vincent met een kleine. Ik wil graag, als jullie mij mailen, wil ik graag dat jullie mij aanschrijven met hoofdletter. Anders voel ik me niet serieus genomen. En ik ben een serieuze jongen. Hallo Vincent, je bent zo'n levendige man. Zo wijs, ik douw wel 600 veren in je reet. Kijk, deze jongen snapt het. Nee, ja. Hij geeft mij 2 complimenten. Maar van het tweede compliment echt ego-strelend is. En daar hou ik van. Weet je. En dan ga ik gelijk serieuzer op die vraag in, weet je wel. Dan denk ik, ik ga extra moeite voor jou doen. Dat denk ik. Of ik het dan ook daadwerkelijk doe, dat is een tweede. Maar ik denk het wel. Bedankt voor de complimenten. Even kijken wat jij wil vragen. Xander? Nee, Lucas. Ik was nog bij Xander.
Maar wat vind jij nou van de zomer? Een kutvraag. En ik heb nog wel selectie gemaakt. Ik heb deze waarschijnlijk laten staan, dus voor die complimenten. Hè? Zodat jullie wat kunnen leren. Zodat jullie kunnen evolueren. Ah ja, de zomer is gewoon prima, toch? Van Turpol Zamaldaev. Echt, ik heb fans over de hele wereld, man. Beste vakantie, Vincent. Ik heb onlangs opgemerkt dat ik kaal aan het worden ben. Het valt mensen steeds meer op dat mijn haarlijn aan het terugtrekken is. Als een 16-jarige jongen is dat niet fijn om te horen. Ik heb aan je filmpjes gezien dat je ook last hebt van dit probleem. Heb je tips? Met vriendelijke groet, Turpal. Nou, Turpal, ten eerste ben ik geen 16-jarige jongen. Dus dat heb je niet zo goed gezien. En ja, als het over kaal zijn gaan, dat is geen probleem, man. Je mag blij zijn dat je kaal wordt. Dan hoef je nooit meer te kammen. Dat is het meest relaxte wat er is. Het moet je wel staan, natuurlijk. Kijk, mij staat dat. Hier, kijk. Zie je dat? Wat een lekkere bink ik ben. Bij mij staan dat soort dingen, weet je wel. En als het jou niet staat, ja, dan is het kut. Maar nog even over mij. Ja, mij staat alles. Ik kan nog een vuilniszak aantrekken en dan zie ik er nog lekker uit, weet je wel. Maar dat heeft allemaal alles te maken met innerlijke rust en vrede en liefde voor jezelf. Als je blij bent met jezelf, ja, dan kun je nog een drol op je hoofd zetten en dat vinden mensen nog leuk. Niet dat ik een drol op mijn hoofd ga zetten. Het zou wel kunnen, ik ben kaal. Dus dat is heel makkelijk om er weer af te halen, wassen. Nou, weet je, als je haar hebt, maakt het ook niet uit. Ga je even onder de douche staan. Maar het is niet dat je iemand elke dag een drol op zou zetten. De meeste mensen staat dat niet, snap je? Mij staat dat. Mij zou dat staan. Maar dat... Nee, laat maar. Van Michiel. Nou, kom op. Hi Vincent. Allereerst bedankt voor je groene drap video en je boekenclub video. Alleen bedankt voor die video's? Of vind je die extra leuk? Dan moet je dat erbij zetten. Nu denk ik dat je van de 600 video's die ik heb gemaakt, dat je me alleen daarvoor bedankt. En dat geeft niet, dat mag. Maar wees even duidelijk. Heb je het me gemerkt dat ik vorige keer zat ik alleen maar chips te vreten en ik heb nu nog geen nootje op? Dat is helemaal gezond. Ja, bedankt voor je video. Heb meteen een stel boeken, spiruline en moringa aangeschaft. Moet jij weten, Roos. Ik zit niet te wachten op deze inval, weet je. Vraag je, ben je bekend met kombucha en zo ja, wat vind je ervan? Ja en niet boeiend. Althans, ik drink het eigenlijk, ik weet niet wat ik daarvan vind. Ik vind het niet, het is niet mijn, het resoneert niet met mijn systeem. Hallo. Zo, we gaan lekker jongens. Maar ik ga volgende keer toch even kijken wat ze hier aan kunnen doen. Het duurt best lang allemaal. En dat is voor niemand leuk. Ja, jullie zitten natuurlijk in spanning van zit mijn vraag er ook bij. En dat maakt het, qua suspense maakt het dan wel weer leuker. We kijken wel volgende keer. Van Lars. Lars Heijnen. Dag Vincent, wat maakt jou gelukkig? Ja, een hele hoop dingen man. Weet je, elke dag dat ik wakker word, ben ik alweer blij dat ik hier mag zijn op aarde. Want dit is toch de meest amazing journey ever, gewoon. Weet je, je kan geen trip tegenop. In principe vind ik alles leuk. Ja, wat maakt mij gelukkig, weet je. Een lekker wijf. De kinderen. Ja, alles man. Een goed gesprek. Een kut gesprek. Een mooie trip. Gezellig met vrienden. Weet ik veel, gewoon alles. Ouwe hoer.
Ook als het niet leuk is, dan is het ook leuk, snap je? Want dat is ook, alles is maar een ervaring. Dus ook al ga je helemaal door de stront heen, ook daarvan kan je genieten. Ik hoop dat je... Ik vind het allemaal prima. Van Dan the Man. Hé, hey Vincent, hoe hou je je kop zo mooi kaal? Ik heb altijd een bebloede kop van het scheren. Met vriendelijke grussen, Dan the Man. Ja, ik scheer gewoon mijn hoofd. Hier, kijk. Zie je? Ik ben kaal en ik scheer het dan met een scheermesje. Dus ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar... Anders moet je het niet scheren en dan heb je wat minder bloed op je hoofd. Of misschien staat bloed op je hoofd wel, je bent hartstikke goed. Weet je, het is allemaal aan jou, man. Zoek het lekker uit. Van Scott Helmich. Waarom? Kijk, Scott. Dit zijn de vragen waar ik wat mee kan. Dit zijn vragen waaraan ik kan zien dat jij op het punt staat of ze misschien al bent, het te snappen. En dan heb je mij helemaal niet nodig. Althans, dat wil ik nou ook weer niet zeggen. Maar weet je, dit is een fantastische vraag. Duimpje voor jou, Scott. Ja, waarom niet? Van Luc. Hallo beste Vincent. Wat vind jij nou van alle steekincidenten in Nederland? En wat vind jij ervan dat kinderen van 14 al ontmaagd zijn? Nog een hele vriendelijke hallo. Ja, wat vind ik daarvan? Ik vind steekincidenten niet echt gezellig. Maar ja, het is er nou eenmaal. Dingen gebeuren allemaal altijd met een reden. Maar goed. In principe word ik niet vrolijk van een steekincident. Ja, of de kinderen van 14 al ontmaagd zijn. Ja, als ik het allemaal over mocht doen, dan had ik het wat rustiger aangedaan. Maar ook dat hoort erbij, weet je. Moeilijke, moeilijke vragen. Ik, nu ik wat ouder ben, denk ik, ja. Dat is best wel een heilig ding of zo, om dat met iemand te doen, de liefde bedrijven. En, in principe zeg ik gewoon, wacht op iemand tot je echt fijn bij diegene bent. En ga niet op jonge leeftijd in een rond te lopen neuken, het weet je, het slaat nergens op. Maar ja, wie ben ik? Je moet het allemaal zelf weten. Lekker belangrijk. Van Esme. Vergeten. Hoi Vincent, ik ben vergeten eraan toe te voegen dat ik mij erg met jou verbonden voel. Waar? Oh, je hebt nog een mailtje gestuurd. Dit is dan het tweede mailtje. Dit heeft ze achter het eerste mailtje aangestuurd. Maar goed, ze voelt zich dus erg verbonden met mij. Ik heb dat wel vaker, weet je. Mensen voelen zich verbonden met mij. Maar dat komt, dat klompt, zou ik zeggen. Het klompt helemaal niet, lul. Oeh, we gaan het dit keer niet redden, man. Maar het zijn ook meer vragen. Maar dat komt omdat we allemaal connected zijn, weet je. Niks staat los van elkaar in het universum. Dus ik snap jou wel, Esme, Paulusma. Maar goed. Ik voel me erg met jou verbonden. Dit komt omdat wij een gelijksoortig gebit hebben en ook oren. Was mij opgevallen. Jij bent scherp vandaag, SME. Er valt jou een hoop op, hè, SME. Ik denk dat we uit hetzelfde ei komen of zo. Nou, dat denk ik niet, SME. We komen uit dezelfde bron. Dat wel. Maar goed, ja. Nou, deze is dus weer van Esme. Hoi Vincent, wat is je sterrenbeeld? Met vriendelijke groet, Esme. Wat een leuke vraag. Ik ben tweeling. Van Jordi. Nou, kom Jordi, schiet op. Ah.
Beste Vincent, vakantie Vincent, jouw video's beleef ik zo intens, zo bijzonder. Bij de Heilige Geest zweer ik, ik kan niet zonder. Hoor je dat? We hebben hier te maken met een echte poëet. En dat, dat kan ik alleen maar beapplaudisseren. Ik hou van uitingen van kunstzinnigheid. En ook van andere uitingen. Ik hou van uitingen. We gaan verder. Uw krachtige kreten over liefde is de creatie en de creatie is liefde. Breng mij hoog, hoger heus, het is waar, dan de top van de regenboog. Echter, er is een reden voor vandaag. Een reden waarom ik mijn bed uitkwam vandaag. Een vraag is de reden die mij al tijden bezighoudt. Uren, dagen, weken houdt het mij bezig. Vincent, hoe laat het leven jou koud? En hoe laat jij het leven koud? De vrijheid achter uw woorden, achter uw gedrag, lijkt schaamte te vermoorden. Vincent, ik vraag het als je grootste fan. Hoe moet gij weten, als gij niet zeker bent? Een hele fijne hallo. Niet de post. Ja. Weet je. Als je eenmaal weet wat je bent. Wat je werkelijk bent. Dan maakt het allemaal geen fuck uit. En het maakt ook wel uit. Maar ik denk dat jij bedoelt. Waarom ik zo'n vrijvogeltje ben. Omdat. Ja. Het leven. Is toch maar één grote vakantie. En het systeem waar we in zitten kan ik niet echt serieus nemen, weet je wel. Dus ja. Wees vrij om te doen wat je wil, want je hebt alleen nu. En je hebt alleen dit leven. Dus ja, dan kan je er beter van genieten. Ergo, vakantie Vincent. Hallo. Nou, we zijn er bijna hoor. En ik had er per ongeluk nog eentje gewist. Ik wou hem openen. Maar die ga ik dan daarna nog even opzoeken. Jullie worden wel verwend hoor. 22 minuut 23. Ho! Krijg je van... Ja, broodje kinker. Ja, maakt niet uit. Hij zegt ook niet hallo Vincent of zo. Dit vind ik eigenlijk... Dit vind ik onbeschoft. Maar goed. Ik ga het toch doen, want ik ben heel vergevingsgezind. Krijg je meer kutjes als je geen haar op je hoofd hebt? Nou, dat wil ik niet zeggen. Je krijgt meer kutjes als je scheid hebt. Maar dat heeft weer mee te maken hoe jij in je vel zit. En of je blij bent met jezelf. En of jij je echt hardcore mee bezig houdt. Of juist helemaal niet. Ja, lang verhaal man. Ik heb niet heel veel zin omdat. Ik vind de vraag ook niet. Hallo. Van Ian Klein, wat is het nut? Geachte heer Vincent, een hele fijne hallo. Wat is uw theorie over het doel, nut van dit allemaal? Mijn antwoord is dat de mens altijd zoekt naar gelukkigheid. Dat was het dan weer. Alleen maar love en tot volgende week. Ik denk dat je bedoelt, wat is het doel van het leven? Van dit allemaal? Ja, wat bedoel je met dit allemaal? Maar goed, over het doel van het leven of van creatie. Nou ja, we zijn hier op aarde om te ervaren wat we zijn en wat we niet zijn. Kijk, op aarde, in deze realiteit, is dualiteit. Licht, donker, goed, slecht. Man, vrouw. Maar in feite, in de absoluutheid, is er geen dualiteit. Daar is alleen maar. Daar is alleen maar de kracht waaruit alles gecreëerd is. En dat is een onbeschrijfelijke liefde, man. En die liefde die kan je ervaren door vooral 5-MeO-DMT, het godmolecuul. Dat zit in de Buffo ovarius. Dat zit ook in heel veel planten. Dat zit ook in jezelf. Maar goed, we dwalen af. Daar kom ik wel op terug in de medicijnman. En dat de mens altijd zoekt naar geluk. Dat moet je juist niet doen. Want het is er allemaal al. Je moet het alleen zien. Alles is al, weet je. Het is perfect zoals het is.
En als jij buiten jezelf gaat zoeken naar geluk, dan gaan we niet worden, man. Geluk zit hier. Dat zit in je diepste zijn. Dus je moet niet grijpen naar buiten. Alles is er al. Lang verhaal. Van Mike. Wie zijn wij? Je moet vragen, wat zijn wij, Mike? En je hebt me ook niet aangesproken of zo. Moeten wij oppassen met wie we zijn? Of ben ik gewoon ik? Nee, je denkt dat je ik ben. In principe ben jij bewustzijn. Verpakt in een vorm die denkt dat hij Vincent heet. Maar ja, als jij op een ander plekje op aarde geboren was, dan had je Ching Chao geheten of zo. Of was je een plant geweest, weet je. Over planten. Planten groeien ook naar de zon toe. En het ligt er ook aan in welke, wat voor aarde ze staan en hoe de wind staat. Dus zo is het net als met de mens. Weet je, de mens vormt zich, het ego vormt zich naarmate de omstandigheden. Naarmate de omstandigheden waarin hij, zij of het verkeert. Dus in principe zijn we allemaal bewustzijn en we denken dat we Vincent of Mike zijn of whatever. Hindoeïsme, boeddhisme, Advaita, verdiep je daar eens in. Daar vind je wel wat antwoorden. Hey, van Sven, koning Vincentius. Wat vindt je vrouw wel niet van jouw filmpjes? Moet zij weten. Ben je binnenkort weer op Museumplein? Nee, ik ben één keer op Museumplein geweest en dat ga ik voorlopig niet doen. Misschien ben ik 14 maart op Malieveld. Ik kijk wel, maar een beetje demonstreren is niet meer mijn... dat heb ik even losgelaten. Dat is niet mijn pad. Hoewel ik het goed vind dat het er is. Misschien ben ik er af en toe. Maar ik leef gewoon een wereld die ik graag wil zien. Ik ga verder. Wat vindt jouw vrouw niet van jouw van je filmpjes? Ja. Die is blij dat ik het doe. Want dan heeft ze minder last van mij. Soms kan ze er wel om lachen. En soms ook niet. Ze kijkt niet echt heel veel filmpjes. Ze hoort soms van een van haar vriendinnen dat ik weer ergens op het internet verschijn. En dan ziet ze misschien wel wat, maar ze houdt zich niet echt bezig. Ze is al lang blij dat ze af en toe een half uurtje van me af is. Alleen op vakantie vindt ze het altijd irritant. Want op vakantie, ja, dan ben ik vrijer in mijn hoofd. Dan heb ik meer tijd om filmpjes te maken. Dus dan ben ik ook wat meer filmpjes aan het maken. En dat vindt ze niet altijd even leuk. Maar ja, goed, dat is haar probleem, weet je. Maar ik probeer altijd een balans te vinden tussen het maken van filmpjes en het niet maken van filmpjes. En dan kies ik toch altijd voor het maken van filmpjes. Want ja, ik moet toch liefde en licht in de harten van de mensen brengen, weet je wel. Maar ook in die van de vriendin. Dus vandaar dan die balans die ik aan het zoeken ben. Maar niet vind. Maar dat geeft niet. Ze is hartstikke blij voor me. Bedankt voor je vraag. Oeh. Van Willy Vier. Hallo Vincent. Ja, wil je wel openen, Willy Vier? Bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag op intellectueel niveau. Intellectueel niveau is met dubbel L kankerlul. Hallo. Hierbij een nieuwe. Je gaf aan dat hallo geen vraag is. Maar is hallo dan wel een afscheid? De groeten en hallo. Nou, kijk meneer Pimpel, wat jij hier doet, de groeten en hallo, dan is het een afscheid. Maar het kan ook dat kan ook geen vraag zijn. Het kan ook een vraag zijn. En het kan ook een begroeting zijn. Het kan van alles zijn. Hallo. Om nog even terug te... Het kan ook betekenen, joh, ben jij een ontzettende teringlul? Hallo. Take your pick van Ace Bauer. Wat is erger, debiel of randebiel? Als je moest kiezen, Hugo de Jonge als minister-president of Mark Rutte als minister-president? Op wie ga jij stemmen deze verkiezingen? En een laatste vraag, wat is het slechtste boek wat je ooit hebt gelezen? Het slechtste boek. Als een boek niet resoneert met mij, dan leg ik hem gelijk weg. Ik lees heel veel boeken. En ik heb de laatste tijd heel veel klassiekers besteld. To Kill a Mockingbird, In Europa, de Ontdekking van de Hemel, The Picture of Dorian Gray.
Maar goed, als ik na drie bladzijden, weet je, als die net zo met een film, als het mij niet pakt, als ik niet denk van goh, wat boeiend, ja, dan straal ik hem weg. Dan kan ik, maar goed, dat leer je door de jaren heen. Dan ga je niet verder met lezen, dat is zonde van je tijd. Dus ik heb een hele hoop slechte boeken gelezen. En de slechtste, ja, de ene is nog slechter dan de ander. Maar ik heb ook een hele hoop goede boeken gelezen. Maar goed, dat is weer, weet je, dat is weer persoonlijk. Wat de ene goed boek vindt de ander weer kut. En daar ga ik niet tussen kiezen, man. Kankerstraat gaat er net op. En op wie ga ik stemmen in deze verkiezing? Ik weet het echt niet, man. Op degene die het hardst aanschopt tegen die corona bullshit. Maar ik weet ook niet aan de andere kant hoeveel nut dat heeft. Vroeger stemde ik altijd Partij voor de Dieren. Het is moeilijk en ik weet ook niet in hoeverre de verkiezingen eerlijk gaan zijn. Ik weet het gewoon niet. Maar ik ga wel stemmen, anders gaat mijn stem naar de grootste partij. In principe heb ik nooit echt heel veel vertrouwen in de politiek gehad. En nu is dat nog veel minder. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje op dezelfde lijn zit als ik, man. Hier moet je kijken. Zie je dat? Moet je kijken. We zijn bijna klaar, jongens. Tering, Jantje. 31-12. Max van Loon, beste vakantievinsters. Ik ben groot fan van je. Ja, koop een nummertje, weet je. Wie niet? Moet ik weten. En zit met een brandende vraag. Word je wel eens herkend op straat en of nageroepen en hoe voel je je hier dan bij? Ik wens je een hele vriendelijke hallo en doe de groeten aan Sjaak. Sjaak, je krijgt de groeten. Met vriendelijke hallo, Max. Max, ja, ik word wel eens herkend en nageroepen. En hoe voel ik me hier dan bij? Ja, ik voel er niet heel veel bij. Maar ik ben het gewend. En ik word al mijn hele leven herkend en nageroepen. Ook toen ik deze bullshit niet deed. Want ik zit al een jaar of 21, 22 in de horeca. En ik ben best wel een bekend persoon in heel Nederland. En ver daarbuiten. Ik ben ook best wel veel aanwezig geweest in heel Nederland en daarbuiten. Lekker belangrijk. Het boeit me allemaal vrij weinig. Van Robin Stolk. Een hele fijne hallo. Hey Vee, maatje kerel, gekke gozer. Attente meneer knul, kankerlul. Oké, nog een nou. Wat vindt u nou echt gaaf om te doen? Nog een vraag, omdat ik echt een kankerloser ben. Waarom zou je jezelf een kankerloser noemen? Je kan jezelf ook winnaar noemen. Kijk, het is maar hoe je er tegenaan kijkt, weet je. Als jij jezelf loser noemt, ja, dan ontspring je de dans niet. Noem jij jezelf een winnaar, dan roep je het over jezelf af. Dus ik zou maar gewoon jezelf beginnen met winnaar te noemen. Sowieso. Waarom doe je dit? Doe even normaal, man. En hoor wie dat zegt. Ah. Hoi. Hey. We zijn bijna klaar, hoor. Ik vermoed zo dat u vroeger lekker gek bent geweest. Dat klopt. Vroeger wel. Nu ben ik echt een van de normaalste hier. Als dat zo is, wat zijn de raarste, maar ook zeker gaafste dingen wat u heeft gedaan of meegemaakt? En als u dat niet heeft, ja, sorry man. Dat ik dit van u denk. Een hele fijne hallo en de stoerste groetjes vanuit het chemische Brabant. Ja. Wat heb ik. Man, ik heb zoveel shit meegemaakt. Gaafste dingen, ja. Ik ga wel een keer Vincent's verhalen maken of zo. Weet je? Dit. Ik kan hier geen. Anekdotes, ik weet niet of ik dat wil. Kijk, en nou heb ik dus van iemand nog een vraag. Ja, het is allemaal wat. Die had ik per ongeluk gedelete. Ja, man, ik heb zoveel shit mee. En dat mag. Ja, ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Hier, kijk, van Timo. Sorry man, sorry Robin. Misschien dat ik een serie maak over wat ik heb meegemaakt.
Of misschien ga ik wel een boek schrijven. Of misschien ben ik al met iemand bezig om een boek te schrijven. Van Timo. Hallo Vincent, ik heb laatst geprobeerd pindakaas van de keukenvloer te eten nadat ik geïnspireerd ben geraakt door een van jouw gemoedstandige video's. Helaas ondervond ik niet dezelfde euforische stemming als jou. Ik heb een aantal keer mijn positie op de grond veranderd, hoeveelheid pindakaas op het brood geprobeerd. En je hebt een hoeveelheid pindakaas op het brood geprobeerd? Of heb je dat ook geprobeerd te veranderen? Ik snap je niet. Jawel, ik snap je wel. En zelfs verschillende broodsoorten gebruikt. Maar niks helpt. Ik heb echt je hulp nodig. Met vriendelijke groet, Timo. Maar je hebt geen vraag gesteld, Timo. Je hebt mijn hulp nodig. Waar heb je mijn hulp mee nodig? Ik weet niet wat je nu van me wil weten. Gewoon, weet je wat? Gewoon doorgaan. Gewoon blijven doorgaan. En ja, dan lukt het allemaal vanzelf. Weet je, je kan niet zomaar op de grond gaan liggen en boterham met pindakaas gaan eten. En denken dat je dan in dezelfde staat komt als ik was. Of het even leuk gaat vinden. Misschien is boterham met pindakaas op de grond eten gewoon niks voor jou, weet je. Resoneert het niet met jouw wezen. Dan moet je het even over een andere boeg gooien. Misschien moet je dan pizza van de grond gaan eten. Of gewoon een plens water op de grond gaan gooien. En het er vanaf lokken. En er vanaf likken. Of je gooit een glas cola op het plafond en gaat het daar vanaf likken. Weet je, probeer gewoon wat. Wees creatief. Wat kom je bij mij nou lopen zeiken? Sorry. Nee, ik gooi gewoon wat in de ruimte. En kijk maar wat je ermee doet. Nou. We zijn er doorheen, gelukkig. De nootjes staan er nog. Maar daar ga ik zo mee aan de slag. Maak je maar niet druk. Deze jongen zorgt goed voor zichzelf. Hey jongens, bedankt voor het kijken. En een hele, hele fijne hallo allemaal. En tot volgende week. Bedankt voor alle vragen. Hallo.